Ja, Gerard de Noyer, wat is jouw gevoel na deze 1-0 nederlaag bij Helmond Sport? Nou ja, toch wel een teleurstellend gevoel. Zeker als je de wedstrijd hebt gezien. Ja, er was er denk ik maar één ploeg die verdiend had om te winnen. Of in ieder geval een punt te halen en dat waren wij. We hebben de eerste helft stonden we heel goed. We gaven ook niks weg. Eén kansje misschien. Maar ze verrassen ons een beetje met hun opstelling, 5-3-2. Maar oké, daar hadden we weinig moeite mee. Want zij wisten totaal niet wat ze aan de bal moesten doen. Alleen, ja, dan zijn we toch weer wat slordig in de laatste fase. En zeker de tweede helft hadden we, ja, denk, waren we dominant. We hadden veel balbezit. We creëerden ook denk, een 3 goede kansen. En denk wel misschien wel 4 of 5 goede mogelijkheden. Ja, nogmaals, ja, dan moet hij erin. In de eerste helft, laten we daar beginnen, dan creëer je zelf een kans, zij creëren 1 kans. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel en in de tweede helft denk je dan, nou hier is misschien wel wat mogelijk. Uiteindelijk grote kans nog uiteindelijk voor Helmond Sport, goede redding ook van Koremans. Dan ben je zelf in de aanval en in de tegenaanval gaat hij dan bij jullie erin. Wat denk je dan op dat moment? Nou ja, we krijgen voor mij een hele grote kans van Everon, want die kan hem gewoon binnenkoppen. En dat was een fantastische aanval, maar ja, die kopt hem over en uit de tegenaanval. Ja, kijk, dan moet je ook meedogenloos zijn, dan moet je die bal ook niet meer mee dribbelen, dan moet je gewoon wegschieten. En ik weet niet eens wie, die gaat dribbelen. Ja, en die wordt afgepakt en voorgegeven of zo binnengeschoten. Ja, dat is dood en doodzon. En ja, dat is heel jammer, want we verliezen eigenlijk hier 3 punten, vind ik. Waar ligt dat dan uiteindelijk aan dat hij dan bij jullie er net niet invalt en aan de andere kant net wel? Is dat jeugdigheid? Nee, dat is ook. Kijk, de keeper staat ook op de goede plek. Hè. Hij pakt een paar goede ballen. Hè, want was de wisselkeeper deed uitstekend bij hun. Ja, en nogmaals, we kregen een aantal dat we op 1-op-1 gingen, zeker langs de zijkant. En dan gaan we er voorbij. Ja, dan moet die voorzet gewoon goed zijn. En dan moet je gewoon goed kijken en dan moet je het op het juiste moment geven. Maar het gaat vaak om keuze. De keuzes zijn altijd belangrijk in de wedstrijd. En ja, die waren niet altijd even gelukkig. Nu kijken we eigenlijk het hele seizoen een beetje met een schuin oog naar de concurrent. Dat doen we uiteindelijk vandaag ook weer. Dan is het in de rust daar al 3-0. Dan weet je, nou ja, daar zit het in ieder geval wel goed. Denk je dat dan op dat moment ook? Ja, tuurlijk. Hè, dat houden we altijd bij. Zeker, dat moet gewoon. Hè. We staan 8 punten. Het is nu nog 6 wedstrijden. Met 8 punten, ja, dat rekenen we natuurlijk ook wel uit. Dat lijkt me logisch. Maar ik heb wel in de rust gezegd, wat jij zei. Ja, dat voelden de jongens ook. En daarom is de teleurstelling ook heel groot. Omdat wij vonden dat wij met z'n allen, gewoon ook de twee had gewoon een goede wedstrijd op de mat hebben neergelegd. Het was speels, het was friool, het zag er goed uit. En veel vertrouwen. En dat merk je ook. En dat zie je ook. Dat zag ik al op de trainingen, maar dat zie je ook terug in deze wedstrijd. Alleen ja, dan moet je al de trekker overhalen. En dat hebben we vandaag vergeten te doen. Het is ook zonde inderdaad dat je dan het goede gevoel wat je hebt na die overwinning op VVV. Wat dan uiteindelijk bonuspunten zijn als je van de koploper dan wint. Dan denk je hier inderdaad, nou, er is wel wat mogelijker dat het dan niet lukt. Dat moet vervelend zijn. Ja, niet lukt dat we niet scoren. Het voetbal lukt wel. Want we deden het prima. En verdedigend deden we het ook uitstekend. Natuurlijk hebben we een kans nog weggegeven, nog met zelden rust. Alleen op 1-op-1. Maar oké, dat was dat we echt vol op de aanval gingen en achterin 1-op-1 gingen staan. Maar oké, die schiet hij daarnaast. Normaal zit hij, maar oké, schiet hij naast. Maar oké, we bleven wel erin geloven om de goal te maken. Hè. We hebben met z'n allen alles gegeven. En daar kan ik de groep alleen een compliment voor geven. En ja, het is niet gelukt. Dus we gaan door naar Eindhoven volgende week. We moesten vroeg in de eerste helft ook al wisselen. Amavor, die moest naar de kant. Wat was er precies met hem? Nou ja, 3 minuten voor tijd schoot met een sprintje, schoot in zijn lies. En daar gaan we geen risico mee nemen. En dat is wel een aderlating natuurlijk. Hè. Ik ben benieuwd. Morgen gaan we kijken wat het precies is. We laten een nachtje even rusten. Maar dat is wel even voor ons even jammer. Van de week was er ook goed nieuws terwijl er rond aan me voor zijn contract een jaar verlengd. Ja, dat is fantastisch. Hè, voor de club, voor mij, voor iedereen die bij Dordrecht zit. En als je aanvoerder bijtekent, ja, dat geeft ook weer een boost voor de groep. Er is ook nog meer goed nieuws. Het leek er even op dat het seizoen voorbij was voor Sij van Wermerskerken. Maar het lijkt erop dat hij toch sneller zijn rentree kan maken. Ja, hij zat er deze week al dichtbij. Maar we hebben toch besloten in overleg met hem. Hij was er nog niet helemaal klaar voor. En ik vind als een speler niet klaar voor is, ja, dan moet je ook die keuze laten aan de speler. Maar we gaan nu nog een week trainen. En dan trainen we op. En hij traint wel volledig mee. En dan gaan we gewoon kijken of die volgende week inzetbaar is. En die kans is zeer groot. Ja, ook lekker zijn om in ieder geval wel weer wat meer keuzes te hebben. Ja, zeker verdedigend. Hè? Want nu moesten we Joris terughalen. Die het wel uitstekend deed, hè, in het centrum. Maar dan moet je hem terughalen. En met zij erbij heb je weer wat meer mogelijkheden. Ja.